Hoi en leuk dat je kijkt naar de nieuwe Juffenvlog. Het is vandaag donderdag en ik zit ineens te denken, ik heb eigenlijk geen idee hoe lang mijn batterij het vandaag gaat volhouden. Handig. Het is donderdag, ik ben juf van groep 4-5 en ik neem jullie mee. Zoals ik al zei, ik heb geen idee hoe lang mijn batterij het gaat volhouden. En mijn reservebatterij, mijn accu, ligt thuis. Dus dat is niet handig. Maar goed, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En ik heb vandaag op de planning estafette, weektaak, een verjaardag. Beschrijven, lezen, muziekles. En aan het eind van de dag hebben we de sponsorloop. Dan moeten ze rennen in de gymzaal. Mijn stagiaire Lieke is er vandaag. En ik krijg heel veel de vraag of mijn stagiaires op beeld willen. Dat weten ze nog steeds niet. En die keuze respecteer ik volledig. Dus ja, dan weten jullie dat. Is er iemand ziek? Volgens mij niet. Mag ik hem even? Even kijken. Jouw groepje is compleet, hè? En jouw groepje is compleet. Marieke, jouw groepje is ook compleet, hè? Hier ook. Nee, er is niemand ziek. Oké. En dan hoef ik niks te doen, toch? Nee. Oké, doei. Ja. Ik ben hier met Rosanne. We zijn even wat dingetjes aan het doornemen over estafette. De kinderen zijn nu estafette aan het maken. En ik heb verschillende instructiegroepen. Rosanne geeft een instructiegroeples. Lieke geeft een instructiegroeples. Ik heb een instructiegroep, maar er zit altijd een filmpje bij estafette. En daar zijn we nu eventjes, daar hebben we het even over. En Snee, lieve schatten, als je klaar bent met estafette, dan laat je het op je tafel liggen. Ik noem je naam wel, dan kun je dan gaan nakijken voor jezelf. Want anders dan zitten jullie allemaal om je heen te kijken en te wachten tot je kunt nakijken. Ik noem je naam wel, ja? En dan ga je aan je weektaak. Maar goed, we gaan even verder. Met de minsom. 706 min 122. Wel goed meekijken. Nee, ik wil dat Imran, Noor en Emmy nu aan het werk gaan. Eerst de ene. Dus dan doe je 6 min 2 is 4. Wat moet je dan doen? Dan doe je de 10. Hier heb je de 100-tallen. Hier heb je de 10. En hier heb je de 1. Dan doe je dus 0 min 20. Dat, als je 0 hebt, kun je er dan nog 20 afhalen? Nee. Nee. Nou, wat doe je dan? Het verschil is dus die 20. Alleen dan zet je hier een minteken voor. Dan doe je 100, de 100-tallen. Wat wordt het dan? 700 min 100. 700 min 100. Kan dat? Ja. Ja, en hoeveel is dat? 600. 600. Nou, normaal gesproken, wat jullie tot nu toe geleerd hebben, dan staat hier een getal en een getal. Maar nu staat er een min bij. Wat zou je dan moeten doen? 600 min 20. Wat is 600 min 20? 580. En dan moet je dat weer plus 4 doen. Dus 580 plus 4. 584. 584. Zie je dat? Kijk, en als je naar de bovenbouw gaat, dan ga je die minsommen onder elkaar opschrijven. Maar jullie moeten eerst deze getallen gaan splitsen. 293. Oké, de 100-tallen. 10, de 1, 100, 10 en 1. Oké, wat gaan we eerst doen? Weet het. Je mag het zeggen hoor, Sarah. 3 min 5. Nee, 5 min 3. Eerst, ja. 5 min 3. En dan? 60 min 90. En dan? 500 min 200. Nou, gaan we kijken.
5, 3 eraf. Kan dat? Ja. En dat is? 2. Top. 60. Dan ga je er 90 afhalen. Kan dat? Nee. Oké. Dus dan zet je sowieso al een minnetje neer. Dan moet je gaan kijken, wat is het verschil tussen deze twee? 30. Heel goed. Min 30. 500 min 200. Kan dat? Ja. Hoeveel is dat? 300. Oké. Wat moet je nu doen? Wat moet je doen? Sado, weet jij het? Niet echt. Neda? 300 min 30. 300 min 30. En dat is? 270. Min 30 is? 270. 270. En dan nog? Plus die 2. Plus die 2. 272. Ja, goed zo. Dus dit is hoe je dit moet uitrekenen. Yes? Oké, probeer hem nu even zelf. Dan kies je er eentje uit. Wij hebben hier een jarige Job. En ik wil dus dat iedereen gaat zitten en deze kant op kijkt. Want kunnen we de verjaardag van Marwan vieren. Door. We hebben muziekles. Ik wil het wel zeggen. Dat mag best. Maar ja, dan moet ik niet dit doen. We zijn nu in de gymzaal. Hier is dus het hele parcours. Dit moeten ze rennen. Ik denk dat ze hier moeten beginnen. En dat ze dan zo daar onderdoor moeten. Dan daar achterloos. En helemaal zo. Ik ben benieuwd. Het wordt lekker druk. Kinderen, sponsoren. Dus ook mensen die jullie geld geven voor de rondjes die jullie gaan lopen. Ik ga naar huis. Ik heb al heel veel vanmorgen gedaan. En daarmee bedoel ik, ik heb eventjes het rooster aangepast in het planschema. Klinkt waarschijnlijk heel wazig voor jullie. En ik vind mijn haar eigenlijk wel leuk zitten vandaag met dit plukje. Tenminste, misschien niet per se op beeld, maar in het echt vind ik het wel heel leuk zitten. Dat komt omdat ik het eigenlijk, ik heb het hier aan de onderkant gestyled. En hier heb ik er een krulletje in gedaan. En ik vind het wel heel erg leuk. Dat wilde ik even zeggen. Ik ga naar huis. Ik heb spaghetti. Dat had ik nog van een tijdje geleden. Had ik meerdere porties gemaakt en ingevroren. En dan ga ik eventjes naar mijn vader en Miriam. Dan gaan we even, Sven en ik gaan er eventjes heen. Dus ja, ik ga al mijn spulletjes even inpakken. Mijn laptop was uitgevallen. De batterij was leeg. Dus ik was net op een knopje afdrukken aan het klikken. Dus ik hoop, ik weet nu niet of hij het gepakt heeft. Maar goed, dat ga ik even snel kijken. En dan ga ik mijn spulletjes pakken en dan ga ik naar huis. Ja, ik ga dit even snel checken. Kijk, de hele school is al donker. Bijna dan. Zijn jullie klaar? Maar hoezo komen er nog andere mensen dan? Ja, vergadering terug. Echt? Ja. Hoezo? 7 minuten vergadering. Oh, wauw. Alweer. Oké. Nou, ik ga. Ik ben er morgen weer, ja? Yes.
ik kom thuis en dit ligt hier. Ik vraag me oprecht af wat dit hier doet. Oké. Wat is die rugzak? Heb je die gehad? Nou, die vonden we in de loods. Niet! En toen dacht ik echt, dit is echt perfect een rugzak voor mij. Maar aan de andere kant dacht ik, het is ook wel een leuke rugzak om te kunnen verloten onder de kinderen in je klas. Oh. Oké. Ja. Ja. Wij hebben gegeten. We gaan heel even een rondje langs mijn ouders. We gaan eerst even naar mijn vader dus, wat ik al zei. En Sven zei, ja, zullen we daarna eventjes naar je moeders? Dus dat gaan we doen. En gisteren waren we uit eten samen. Ja, en dat is de reden dat er nu de vlogs van de dag zelf ook niet op de dag zelf online komen. Kijk, soms gebeurt dat, ja, meestal gebeurt dat wel. Maar nu, zit ik gewoon in de avond ook vol met een planning. En dan komt het gewoon niet de dag zelf online. Ja, dat is wat het is. Dankjewel, wat een assistentie. Maar we gaan eerst naar mijn vader. Dan naar mijn moeder. Wil je doei zeggen? Nee. Wow. Doei. We zijn thuis. Ik ga douchen en naar bed. Doei. En ja, dat eigenlijk doei. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!